zijn LBB-motoren uit Kollum. Ik ben Aad, 25 jaar. Dit is mijn vader. En samen hebben we het bedrijf. En we doen samen veel dingen in de watersport, onder andere Yamaha buitenboordmotoren, Merlin trailertjes, pionnenbootjes, tour, vis, valboten. En we zijn gespecialiseerd in roofvissen, zo langzamerhand denk ik. Heel veel roofvissers komen hier om een 30, 40, 50, 60, 70, 80 pk buitenboordmotor te kopen. Onderhoud, reparatie, trailertjes doen we ook, wielagertjes ook. Nou, het bedrijf bestaat zowat 20 jaar. We hebben 20 jaar ervaring. Zodra de nieuwe modellen van Yamaha worden uitgebracht, krijgen wij daar een opleiding voor. Zodat we de motoren weer beter uit kunnen lezen, noem het maar op. Ja, de ervaring natuurlijk, maar ook het luisteren naar de klanten, wat ze willen. De prijs, kwaliteitverhouding is goed, dat is ook heel belangrijk tegenwoordig. En de klant tevreden houden en ook aanhouden. Voor in de toekomst, want ze komen ook terug voor een nieuwe motor weer. Roelof, onze motor die krijgt een beurt. Het is een 30 pk Yamaha buitenboordmotor. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nieuw bougies, oliefiltertje, benzinefiltertje, staartolie, schroefje er even af, kijken of er een stukje visdraad in zit. Even uitlezen, kijken of de toeren goed zijn, of de motor ook warm is geweest. Eventuele storingen oplossen, doorsmeren natuurlijk. En even lekker weer oppoetsen. Dat wordt mooi. En dat was echt wel een probleem eigenlijk. 0 km per uur, vol gas. En hij planeert.